Een goedenavond allemaal op deze zondagavond. Vanmorgen hoorden we in de lezing, en in het bijzonder de evangelielezing in onze katholieke kerk, over de Emmausverhaal. Twee van zijn leerlingen waren op weg naar Emmaus en ze spraken met elkaar over alles wat er in Jeruzalem gebeurd was. En op een gegeven moment ontmoetten ze Jezus. En die vroeg of hij een eind mee mocht lopen. Hij heeft verder niets gezegd, heeft alleen geluisterd. En urenlang tot hun verhaal ten einde was. Alles mochten ze aan hem kwijt. Hun opgekropte verdriet, hun ontgoocheling, hun gekwetst vertrouwen, hun ontreddering. Want hun ontreddering was groot, waardoor ze Jezus niet herkenden. Maar ze voelden eigenlijk wel aan dat ze aan die vreemdeling hun leven konden vertellen. En hij heeft geluisterd naar hun verhaal. En ze luistert, zo luistert hij ook naar elk verhaal. Naar het verhaal van jou, van u en van mij. Iemand die mee op weg gaat om te luisteren, om aanwezig te zijn. Zo werd er ook iemand anders getroffen door een stem. Wees gezegend, klonk een stem. En zij werd geraakt tot zingens toe en zong vrij het Magnificat. God deed grote dingen aan mij. Wees gezegend, klonk een stem. En zij ging op weg om blij haar vreugde te delen met wie ook geraakt was door onverwachte zegen. Beste mensen, ook wij worden op weg gezet. In de aankomende nieuwe maand, in de meimaand, over enkele dagen komen we aan in de maand mei. En in de katholieke kerk is de meimaand altijd de Maria-maand. En als pastoorsteam hebben wij, denk ik, een heel mooi initiatief vormgegeven. In onze drie parochies waar wij werkzaam mogen zijn, dat is de parochie de Heilige Geest, de Jacobus Johannes en de Goede Herder, zijn, zoals we weten, 13 Mariakapellen. En velen van u doen nog wel eens een korte wandeling om het huis, in een zijstraat. En wie weet kunt u in uw wandeling van de dag eens een Mariakapel bezoeken. We vragen u dan ook om een selfie te maken in die kapel. Een creatieve selfie. En stuur die gerust naar mij op. Het zou mooi zijn als u misschien 13 foto's bij elkaar kunt krijgen van die 13 kapellen in onze drie parochies. En ook wij weten dat wij medemensen hebben die in de doelgroep bevinden, die op dit moment thuis moeten blijven in verband met hun gezondheid. Ook die dagen wij uit om een selfie te maken thuis in een woonkamer of op een andere ruimte, maar wel met Maria. En stuur ook die selfie naar mij toe voor 1 juni, zodat we een mooie compilatie kunnen maken. En we weten allemaal, we willen er ook een prijsje aan verbinden voor de mooiste creatieve selfie. En voor hen wie 13 kapellen bij elkaar hebben gescoord. En natuurlijk voor onze medemensen die thuis blijven, op een creatieve manier ook een selfie maken, thuis met Maria. De aankomende maand in mei, op uw eigen tempo. En dan komt u op mooie plekken waar u even zich kunt laven op een plek van stilte. En misschien moet je even een drempel over, omdat het zo'n stilte is. Omdat je die stilte niet gewend bent. Misschien durf je niet die ruimte in, omdat de ruimte je te groot is, of misschien te klein. Maar weet dat er op je gewacht wordt op die plek. En als er een mogelijkheid is, wens ik je toe dat je licht ontsteekt. Licht voor je eigen intenties in die verschillende kapellen die wij hebben in de drie parochies. Wij dagen jullie uit om in ieder geval die 13 kapellen te zoeken. En halverwege in mei zal ik jullie nog een link doen
waar uiteindelijk de kapellen allemaal staan. Eerst zal ik even uitzoeken. 13 Mariakapellen. Prachtige creatieve selfie. En blijf wel zorgen voor uw eigen gezondheid. 1,5 meter afstand. En niet met te veel in de kapel. Maria blijft wel. Het licht ook. En de selfie ook. Uw gezondheid gaat voor. Beste mensen, u wordt de aankomende maand uitgedaagd. Mei, Maria maand. Ik hoop dat het een gezonde uitdaging wordt. Waar u prachtige plekken mag ervaren. Misschien wel nieuwe plekken voor u. Dat u zegt, ik ben hier nog nooit geweest. Of het is een verrassende plek voor u. Weet dat u daar welkom bent. Om even weer te laven aan je eigen ziel. En aan haar of aan hem. Ontzettend veel succes. In ieder geval namens mij en mijn hele team, het pastorale team, van de 3 parochies waar we werkzaam mogen zijn. Beste mensen, ook vanavond mogen we weer licht ontsteken. Licht aan die Mariakaars, wie we eigenlijk volgens mij al wel 40 dagen avondenlang brandend hebben. En bij de compilatie van de verschillende Mariabeeldjes, wie ik altijd in mijn huis op een bijzondere plek heb staan. En wie weet komt u ook zulke beelden wel tegen in die kapellen. Ook vanavond mogen we weer licht ontsteken. Licht ontsteken met de muziek al van het Magnificat. Het Magnificat wat, denk ik wel, voor u bekend is. En anders zou ik zeggen, laat het tot u komen. Dus mensen, we mogen vanavond licht ontsteken voor onze kinderen en jongeren die in de knel geraakt zijn. In de omstandigheden waar we ons nu in verkeren. Dat deze jongeren de ruimte in zichzelf mogen ervaren om hulp in te roepen. Door middel van iemand te appen, een organisatie te bellen of een van hun ouders in vertrouwen te nemen. Voor hen die deze dagen een huwelijksfeest vieren. Dat er vele gezonde en vreugdevolle, liefdevolle jaren mogen nakomen. Voor onze medemensen die zich meer en meer eenzaam voelen. Omdat ze zich opgesloten voelen. Omdat ze in die risicogroep verkeren. Dat ook zij adem mogen ervaren door een uitgestrekte hand van een naaste. Of van uw God. Van u, Maria. Voor allen met een geestelijke beperking. Die nog steeds niet begrijpen waar we als samenleving ons in bevinden. Die zo hunkerend naar familie. En aandacht. Dat ook zij in een liefdevolle omgeving hun aandacht mogen ontvangen. Voor hen die in een risicogroep verkeren. Dat zij het mogen uithouden. Dat wij hen een uitgestrekte hand bieden. Met een kaart. Een bloem
met een glimlach, met een opgesteken hand. Dat zij de hand, de aangereikte hand, mogen ontvangen. Voor onze zieken, thuis in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice, of in een revalidatiecentrum. Dat zij de liefdevolle nabijheid van u mogen ervaren in de zorgzame hand. Of onze lieve doden, die wij met ons allen meedragen. Bidden wij een ogenblik voor datgene wat leeft in ons hart en een ander voor ons niet kan verwoorden. Laten we onze eigen intenties, dat wat uitgesproken is en dat wat leeft in ons hart, laten we dat samenvoegen in dat ene gebed. Wat we al 40 dagen op de avond mochten bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Beste allemaal, het was vanavond weer een beetje een Mariaavond, omdat we nog een paar dagen voor de meimaand verkeren. Nogmaals, van harte uitgenodigd om op weg te gaan als u overdag een blokje rondgaat om de 13 Mariakapellen op te sporen in onze 3 parochies waar we als pastoresteam werkzaam zijn. Let wel goed op uw gezondheid. Neem 1,5 meter afstand. En zorg goed voor uzelf. Ontzettend veel succes. En als er toch nog vragen zijn over deze kapellentocht, neem gerust contact op met mij. Ook voor vanavond wens ik jullie allen weer een hele fijne avond. Morgen een hele feestelijke dag toegewenst. Koningsdag. En uiteindelijk woningsdag. Carpe diem. Vrede en alle goeds.